hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb net lekker mijn eerste koffie gehaald bij de McDonald's. En ik ga richting dermakliniek. Want ik heb weer een laserafspraak enkel voor mijn bikinilijn. En alles eronder, zeg maar. Ja, dat een beetje. Ik heb er echt zin in. Want ik heb me echt voorgenomen. Ik heb echt een doel om gewoon voor volgend jaar gewoon naar beneden helemaal kaal te zijn. Te veel details. Alhoewel ik wel echt blij ben dat ik echt goed aan het bijhouden ben. Wanneer ik mijn bikinilijn en zo aan het doen ben. Dat ik het echt gewoon elke maand of elke 6 weken wel echt netjes doe. Baal ik er ook echt ontzettend van dat ik de rest van mijn lichaam niet kan doen. Omdat ik dus in de zon ben geweest de laatste tijd. Omdat het gewoon wat warmer was toen. En dat het dan weer vertraging oploopt. Want weet je, uiteindelijk, ja, de meeste mensen hebben zo'n 6, 7, 8 behandelingen nodig. Maar je doet er echt soms meer dan een jaar over. Soms anderhalf jaar, soms 2 jaar over. Omdat je meestal de zomer toch moet skippen. En ja, zodoende. Ik wil het gewoon een keer afronden. Ik heb er gewoon echt zin in dat ik gewoon een keer de laatste afspraak laser heb. Dat ik gewoon helemaal haarloos ben. Ik denk dat mijn benen nu op het moment echt op 80% zitten. En mijn armen is sowieso 90%. Mijn oksels 99%. Mijn bikinilijn zit nu denk ik echt op 60% of zo. Toch wel? Ja hoor. Ik ben er echt tevreden over. Want ik heb daar nog de minste behandelingen gehad. Maar het pakt wel echt heel goed bij mij, moet ik zeggen. Ik ben eindelijk thuis. Beseffen jullie even soms dat ik dan filmpjes kijk in de auto. En dan zo spannend is of zo. Of dat ik dan iets wil afkijken. En dat ik dan wel, zeg maar, thuis ben aangekomen. Maar dat ik het gewoon verder wil afkijken. Gewoon nog rondjes ga rijden. Dat heb ik nu even gedaan. Dus ik ben nu klaar met mijn filmpje kijken. En ik ga eindelijk naar boven. En dan ga ik een ontbijtje maken voor mezelf om 2:15. Ik ben net thuis. Wanneer komt deze vlog online? Over een paar dagen, wat dan? Oh, dan kan ik het al zeggen. Want dan ja, dat kan zeker wel hoor. Want ik ga vandaag iets leuks doen. Ja, dat gaan we straks even vertellen. Oké. Ik wil eigenlijk een eitje voor mezelf bakken. Mijn neef gaat zo naar de Mediamarkt. En hij wil heel graag dat ik meega. Dus hij heeft me een beetje omgekocht. Hij gaat me trakteren en dan ga ik mee voor de gezelschap. Yay! Yay! Binnenkort vakantie, bitches! Yes, 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 yes! Hij heeft vandaag echt iets zo leuks georganiseerd voor zijn vrienden. We gaan jullie even allemaal straks vertellen hoe of wat. Maar het is echt, echt top. Nou jongens, let niet op het troep in de auto van Nessie. Maar echt, mijn teennagels zijn zo fleeky. We gaan even vertellen wat Nessie dus vandaag gaat doen met zijn vrienden. Hij heeft echt iets heel erg leuks voor ze georganiseerd. Er bestaat dus een escape room. En die heet The End. En leg even uit wat het inhoudt. Jij kan het veel beter. Nou, er is dus zeg maar een escape room. En die heet The End. Mm-hmm. En het is zeg maar, volgens die mensen, een van de engste escape rooms in Nederland. Mm-hmm. Want afgelopen maand zijn er al 23 mensen geweest die moesten janken tijdens deze escape room. En ik ga even kijken hoe man mijn vrienden zijn. En hij heeft zijn vrienden uitgenodigd, maar die vrienden weten dus helemaal niet waar ze naartoe gaan. En ze gaan er gewoon geblinddoekt in, dus ze kunnen toegang ook niet weigeren. En dan starten ze gewoon gelijk met de escape room. Ja. Spannend, hè? Spannend! Ik wil echt bij zijn, maar ik weet, ik ga gewoon plassen van angst. Je mag mee als je wil. Wil je dat echt? Jij weet dat, dus voor jou is geen verrassing meer. Nee, tuurlijk wel, want ik ben nog nooit in een escape room geweest en helemaal niet in een enge. Maar jij gaat stress krijgen, denk ik. Ja, nee, oké, ik wil het eigenlijk niet. Oh, ik vind het wel echt heel leuk. Ik ben echt gewoon gespannen. Zal ik jou ook een keer verrassen voor, om iets te gaan doen? Niet in een escape room. Dat ga ik echt niet doen, Nes. Iets anders. Niks met claustrofobische shit of zo. Jezus, daar mag je helemaal niks voor. Niks met niet. Wel iets met dieren of zo. Oh, we doen gelijk iets leuks. Puppies knuffelen. Ja, gewoon zo'n 100 puppies zo. Van die ene Labradors. Ja, van die page reclame toch? Yeah. Ik wil er echt helemaal zo tussen liggen. Heerlijk. Oh. Ik ben nu bij de Mediamarkt. En ik heb deze camera gevonden. Hij heeft echt een zieke kwaliteit. Kijk één keer. Ik weet niet of je het kunnen zien. Maar hij stelt alleen niet scherp. Ik weet niet of het heel handig is. Oh, ik had hem dus niet op filmstand en nu wel. En nu vind ik de kwaliteit echt veel minder. Zo gek, want deze is een stuk duurder dan die ik nu in mijn handen heb. Maar deze, oh, deze van Canon blijft het beste. Niet deze. Dit is mijn lunch. Ik ga helemaal niks zeggen over deze salade. Ja.
ik ga lekker genieten van mijn kip. En ik wou zo graag een salade, maar... Kijk, één keer, het komt zo groot. Kijk hoe groot die komkommer is. Dat vind ik altijd wel echt lekker. Het is eigenlijk heel simpel. Gewoon tomaat met kaas erover in de oven. Heerlijk. Gaan we weer verlaten? Hè? Gaan we weer verlaten? Jij verlaat mij toch? Nee, je gaat mij verlaten. Ik moet werken. Dit moet niet werken. Ik ga naar de Lol Escape Room. Dankjewel. Alsjeblieft. Voor de batterij. Mijn eigen batterij was op. Love you. Doei. 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 Jelle, upsie. Ik heb mijn koffieroom mee. Even mijn koffie. Ik ga nu even een koffietje halen. En... dan rijd ik even lekker door richting Apeldoorn. Ik ga weer even richting Twente heen. Om te chillen. Ik heb mijn jas uitgedaan, want het is echt gewoon veel warmer dan ik had verwacht. Alleen is het best wel lelijk, want hier zit gewoon mijn BH-bandjes. Daar had ik niet echt op gerekend. Het wordt dus waarschijnlijk ook de hele week gewoon heerlijk weer. Het wordt zondag zelfs 30 graden. Nou jongens, ik heb er fucking zin in. Inmiddels vet laat, toen ik dus thuis kwam. Had ik dus het pakketje gekregen van bol.com. En misschien zie je het op beeld niet zo goed. Maar het is echt een mega pakket. En ik ga even kijken wat er allemaal in zit. Ik koop heel veel leuke dingen voor de vakantie. En ik wil hiermee echt een heel ander soort video opnemen. Dus geen shoplog of een try-on of zo. Maar ik wil even een heel ander soort video maken. Lijkt me ook veel leuker voor de afwisseling. Anders heb ik elke keer shoplogs van Boohoo. Ik denk dat jullie daar elke keer op zitten te wachten. Oh mijn god, het is echt een hele volle zak. Ik ben echt zo benieuwd. Oh, deze hakken. Love it. Mooi hè, Dinari? Heel mooi. Oh mijn god, dat is zo'n prachtig strandjurkje. Alleen hij is mij volgens mij iets te lang, maar dit is echt zo'n heel mooi jurkje. Je ziet echt helemaal niks zo. Oké, klaar met alles. Ik ben echt zo trots op mezelf. Ik ga snel naar mijn kamer toe, want ik moet echt heel veel opruimen hier. Ik moet nog heel veel kleren sorteren. Oh mijn god, ik weet niet eens of ik hier aan wil beginnen op dit moment. Ik wil echt niet ondankbaar klinken of wat dan ook, maar... heel veel gratis spullen krijgen is echt zo leuk. En ik ben daar echt zo dankbaar voor. Maar ik kijk nu gewoon naar een berg met spullen die ik nog niet heb aangeraakt. En het stapelt me op en het stapelt me op. Maar ik kan mijn eigen spullen al bijna niet opruimen. Maar dit wordt wel echt heel erg. Ik moet er echt even een oplossing voor vinden. Want ja... we hebben eigenlijk hier sowieso niet heel veel plek ervoor. We hebben best wel... nou ja, we hebben eigenlijk helemaal geen klein appartement. We hebben twee slaapkamers. Maar goed, ik mis gewoon ruimte. Oké, ik heb hier vandaag geen zin in. Het is ook al vet laat. En hij is nog steeds niet thuis. Nee. Ik laat het even voor morgen. Ik heb zelfs hier nog allemaal ongeopende dingen staan. Kijk, kom ik nog een pakketje tegen bij LA Sisters die in mijn kamer lag. Onder al mijn spullen. Die ik zelf nog niet heb uitgepakt. Dus die ga ik nu met jullie uitpakken. Eigenlijk is alles of het meest wat hierin zit eigenlijk gewoon voor mijn vakantie. En ik moet het eigenlijk nu ook nog allemaal gaan passen. Want ik moest allemaal nog laten weten of ze mij wel of niet pasten. En als er iets niet past, dan kan ik het nog op tijd opgestuurd krijgen voor mijn vakantie. Dus let's start. Oh jongens, het vond ik zo geweldig. Ik ben zo blij met deze. Ik ga hem ook gelijk straks passen. Maar dit is mijn badpak voor de vakantie. Oh my god, love this. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dit is een bikini. Een witte bikini. En het is eigenlijk zo'n top die je zeg maar zo kan strikken. Dan heb je zo'n strikje zo... bij je borsten zeg maar. Ik weet niet of ik het goed uitleg. Maar in ieder geval, deze is echt zo mooi. En ik ben altijd heel erg bang voor witte bikinis. Omdat ze er eigenlijk doorschijnen. Maar dat is bij deze niet het geval, dacht ik. Ik ga hem zo passen. Maar hier ben ik ook echt super blij mee. Zo, en dit is zo'n oversized satijnen blouseje. En ik zit al helemaal voor met een lichte spijkerbroek. En dan vooral zo'n hoge spijkerbroek. Lijkt me echt heel mooi dat je dit dan ziet.
Ik kan niet wachten om deze te dragen. Misschien ga ik het morgen al aandoen. Een normale ripped top van LA Sisters. Ik vind hun topjes en zo altijd kwalitatief echt super goed. Best wel van een dikke stof. En daar doe ik eigenlijk heel erg lang mee. Dus ik ben blij dat deze er ook bij zit. Gewoon een basic topje. Dat je gewoon met alles kunt stylen. Met een spijkerbroek, met een rokje. Met alles gewoon. En ik heb hem ook in het zwart. Echt een heel fijne stof. Super fijn. Ik ben hier heel blij mee. Ik hou echt van goede basics. Oh my god. Dat is echt mijn favoriet, denk ik. Het is zo'n gouden jurkje eigenlijk. Heel mooi dit. Oh my god. En eigenlijk was die bedoeld voor op het strand. Voor over mijn bikini heen. En ik denk echt dat die heel mooi gaat worden. Deze hoofd trouwens. Maar ik weet niet of jullie het gemerkt hebben. Maar het is echt zeg maar het seizoen waarin je echt zoveel pakketjes krijgt van kleding. En ik weet niet of jullie het ook hebben gemerkt bij andere vloggers of bloggers. Maar we krijgen echt zoveel op dit moment. Echt ongelooflijk. Dan hebben we weer een periode waarin we echt bijna niks krijgen. Volgens mij is het vaak een beetje in de winter zo. Of in het voorjaar. Maar op dit moment krijgen we echt heel veel. Waar ik echt dankbaar voor ben. Want ik ga dus binnenkort op vakantie. En dan heb ik ook best wel veel leuke spulletjes. Ik ga deze blouse even van LA Sisters ophangen. Zo, ik ga denk ik toch wel opruimen. Ik ga even de kapstok hier even ophangen. En alle kleren eraf halen die ik niet meer draag. En alles ophangen wat ik nog wil dragen deze dagen. Dus deze ga ik ophangen, want deze vond ik echt cute. En ik heb dus zo'n riempje hierbij besteld, zo'n gouden. En hiervan wil ik nog een outfitfoto van maken. Ik denk dat het echt heel mooi zal zijn. En trouwens, elke keer als ik dit kort jasje aandoe, krijg ik een vraag of van waar die komt. Maar het is van Zara, die heb ik best wel een tijdje geleden gehaald. Half jaar geleden of zo. Echt nadenken om een keer zo'n event te organiseren. Om alles te verkopen wat ik niet heb gedragen eigenlijk, zoals dit jurk. En wat ik maar 1 of 2, 3 keer heb gedragen. En dan echt voor spotprijzen voor mijn volgers. Als jullie interesse hebben, let me know. Ik heb echt heel veel van dit soort blazers. Veel Zara, Mango, Pretty Little Thing, Boohoo, ASOS. Noem maar op, ik heb alles. Dit jurkje bijvoorbeeld. Ik vind het helemaal geweldig. Ik heb het 1 keer gedragen en daar ben ik er klaar mee. Ik kom nog allemaal dingetjes tegen. Met prijskaartje en alles erop en eraan. Ik weet echt niet hoe dit kan. Het ziet er al veel beter uit. Ik heb gewoon een nieuwe garderobe bijna. Oh mijn god, ik heb gewoon mijn jeansjasje weer gevonden na eeuwen. Ik was hier al zo lang naar op zoek. Niet normaal. Oh mijn god. What the fuck guys. Waar de fuck komt dit vandaan? Even serieus. Sinds wanneer draag ik dit? Ik ga helemaal stuk op mezelf. Dit was vast weer een fase tijdens het shoppen. En ik ben het gewoon helemaal vergeten. Maar ik vind het wel leuk. En het komt me goed uit met de vakantie. Thanks meer. Lekker opgeruimd. Ik ga even genieten van een glaasje Cola Zero. Heel slecht dit. Ik heb er zin in. Deze kat is altijd zo lekker aan het chillen. Hij is zo schattig, hè? Oh, bully, bully, bully. Wat ben jij aan het doen? Zij houdt helemaal niet van aandacht.